Een wijnland kan je België moeilijk noemen. En toch is het een Belg die de grootste wijnwedstrijd ter wereld organiseert. Het Concours Mondial vond dit jaar plaats in Spanje, in Valencia. Er waren honderden proevers en duizenden wijnen, waaronder ook Belgische. Moet de wijn hebben? Precies tussen 17 en 18 graden. Het is een reusachtige organisatie met 6300 wijnen en gedistilleerde dranken die te proeven zijn uit in totaal 45 landen. En er zijn in totaal 300 mensen die aan het proeven zijn. Kijk, zelfs met de hand opgeschreven. Châteauneuf, Grenache. Dus dat zal waarschijnlijk rechtstreeks van het vat komen. Ze hebben eigenlijk alles in het dubbel. Ja. Wat? Als er kurk is, hè. Gisteren heb ik heel goede wijnen geproefd en gisteren ook, ja. We hebben al heel mooie dingen ontdekt. Als je een medaille geeft, volgens mij moet het een wijn zijn die er een beetje bovenuit steekt. Het komt er niet op aan, volgens mij, om te weten wat je proeft. Het komt erop. Op aan om te beoordelen of het goed is of niet. Of dat dan nu Shiraz of Cabernet of Merlot is. Persoonlijk doet er dat niet toe. It's very technically correct. Mm-hmm. New Zealand possibly, Australia possibly. And I thought it was just perfectly made. I really like that wine. I like it. I like it in the nose and in the mouth. Het is een internationaal karakter. En dat is wel tof natuurlijk, want je hebt verschillende standpunten, je hebt verschillende invalshoeken. Iedereen proeft een beetje op zijn manier. Ik weet niet wat dat is, maar het is verschrikkelijk. Het is echt verschrikkelijk. Mostly I like German wine, German Riesling. We hebben net een aantal rijstwijnen geproefd. Dus Chinese rijstwijn. En dat was wel heel erg apart. Er wordt toch nog veel, ondanks alles, moderne technologie, veel rommel gemaakt. Just make it good. And I will like it. I married one woman for the rest of my life. I drink anything I want. Alain Bloeik is wijnjournalist bij het Nieuwsblad. Welkom. En ook Paul Vlemings van het wijndomein Meerdaal. Wat we net gezien hebben, ja, immense organisatie in budget, dat is nog niet gezegd, van 1 miljoen euro. Mm-hmm. Ja, gigantisch. Niet alleen die flessen allemaal naar daar krijgen, maar al die proevers ook. Uit al die landen, dat betekent vliegtuigtickets, je moet die allemaal te slapen leggen. Ja. Komt er heel pak bij kijken. Aanvankelijk werd de concours hier in Brussel gehouden. Ja, wel met het succes. Maar je moet weten, 15 jaar terug, het eerste concours, dan waren dat misschien 200-300 wijnen maximum. Ja. Maar het is echt beginnen groeien uit zijn voegen gebarsten, wel de 6300 wijnen. En we wouden het ook een beetje een internationaal karakter geven. Daarom gaan uitzwaaien naar enkele belangrijke Europese steden. Uh-huh. Meneer Vlemings, u hebt een wijn opgestuurd. Dat kost ook een beetje geld, hè? Ja, dat is per staal. Dat is eigenlijk dat is rond 150 euro, dacht ik. Ja. En hoeveel flessen heb je moeten opsturen? Dat is per staal, zijn dat 4 flessen. Ja, en dat heb je ervoor over? Ja, dat is natuurlijk altijd interessant, vind ik, te kijken waar dat uw wijn staat, hè, ja, bij zo'n keuringen. En ja, dat geeft natuurlijk een voldoening achteraf als je mee kunt scoren, natuurlijk. Hè. Ja. Er worden nogal wat wedstrijden georganiseerd. Dit is de grootste. Er worden prijzen uitgereikt. Hoe werkt dat systeem? Wel, het is eigenlijk heel simpel. Waarom doet een producent natuurlijk mee? Wel, om een medaille te kunnen bekomen. Hè. Je hebt de zilveren, gouden medailles. En waarom is dat belangrijk? Wel, enerzijds voor de consument, dan weet hij toch wel ergens, wanneer het een gereputeerd concours is, dat hij een houvast heeft aan die medaille. En uiteraard voor de producent is het natuurlijk een onderscheiding voor zijn werk. Ja. Nu, de prijzen zijn nog niet bekendgemaakt, nee, maar laat ons zeggen, er zijn een top 50, hè, ja, van de wijnen uit die 6000 en zoveel die
grote beloning krijgen? Wel, het zit dus zo in elkaar. Hè. We hebben al, we zullen maar eerlijk zijn, gisteravond al even de resultaten kunnen inkijken. En je hebt dus een aantal zilvermedailles. Je hebt een aantal gouden medailles. Maar wat daar nog boven staat, is wat we noemen Great Gold Medal. Super, super goud. Super, super, super. Dat betekent dat die internationale jury unaniem gezegd heeft, dit is het beste. Ja. Ja, dus dan moet je unanimiteit van scores hebben. Van de 6300 wijnen zijn er 50 die een Great Gold Medal gehaald hebben. Ja. En ben ik even gaan kijken naar mousserende wijnen. Uiteraard, omdat er in België meedeed. Er waren 1000 mousserende wijnen in competitie. En 5 hebben er een Great Gold Medal gehaald. Een Spaanse cava, 3 champagnes, het kan me ook moeilijk anders. En dan ja, een absolute wereldprimeur, nog nooit gebeurd in alle jaren van Europese wedstrijden wereldwijd. Hij zit hier, voelt je het al aankomen? Ja? Ja. Great Gold Medal proficiat. Dit jaar. Proficiat. En misschien denkt hij dat het een grap is en de organisatoren hebben al gemandateerd om hier zijn officiële Great Gold Medal naar de 7e dag mee te brengen. Amai. Proficiat, meneer Vlemings. Dank. We moeten toch eens proeven, hè? Ja, ja. Intussen, ja, hoeveel flessen maakt u zo per jaar? Ja, dat schommelt natuurlijk, van jaar tot jaar. Dat schommelt eigenlijk tussen de 40.000 en de 70.000 flessen. Ja. En die raken allemaal bij de klant? Ja, stilletjes aan. We moeten natuurlijk altijd onze klanten één voor één bemachtigen, bij manier van spreken. Nu, het voordeel dat we hebben, we verliezen geen klanten. En dat is dus gemakkelijk en dan... Maar dit wordt dus even goed bevonden als champagne. Kijk, het is natuurlijk altijd een wedstrijd, dat weet je, met die medailles. En bij zilver zou je nog kunnen zeggen, er is een deel van de juryleden die zegt, ja, dat was wel goed, en een aantal anderen die zeggen, dat is minder. Wat wel een feit is, als je echt great gold haalt, dat betekent dat al die juryleden unaniem zeggen van, ja, dit is lekker, dit is goed, dus hier kan moeilijk twijfel over bestaan. Ja. Het is een unicum. Het is bijzonder lekker. Ik heb alles geproefd. Gezondheid. Dat is het ideale uur voor te proeven. Ja. Meneer Vlemings, Meerdal, waar ligt dat? Dat ligt bij Leuven, hè? Ja, dat ligt aan Meerdalwoud, dat is in Oud-Heverlee. En daar zijn we in 1994 begonnen met de eerste aanplanting te doen. Ja. Hoe groot is uw wijndomein? Het is nu ondertussen 8 hectare. Ja. Dat is een goede 60.000 stokken. Ja, en u bent daar heel professioneel mee bezig? We proberen dat toch. Dat is maar één weg voor succes te oogsten. Dat is dus te zorgen dat alles tip-top gemaakt wordt. En... U krijgt ook hulp of u laat u adviseren door mensen uit de champagne-streek? Ja, uiteraard. Daar gaan we dus minstens 1 keer per maand naartoe. Al wel voor analyses als voor stage te volgen bij champagneboer. Zelf heb ik mensen die komen uit Frankrijk voor de snoei te doen, de wintersnoei. Ja. Maar dan toch weer iets heel specifiek is. En zo, ja, we proberen eigenlijk al de ervaring terug naar België te brengen, omdat er geen ervaring meer is of was. In Limburg hebben ze ook nog goede schuimwijnen. Ja, voilà, dus die is ook volop bezig met goede producten te produceren. Ja. Wat vindt u daarvan? Schitterend, hè? Ja. Ja. Gewoon denk dat we ons achter de jury kunnen scharen en als het internationale zeggen, dan zullen wij kleine Belgen maar meegaan, zeker. Ja, natuurlijk. En wat kost zo'n fles? Dat moeten we nog zeggen. Ja, dat natuurlijk afhankelijk van de hoeveelheid. Maar gewoon de particuliere prijs in de winkels schommelt die allemaal zo tussen de 14 en de 16 euro. Dat is een mooie prijs, nog betaalbaar. Ja, wel, ik hoop nu één ding. Ik zei het, is een internationale primeur, nog nooit voor een Belgische wijn weggelegd. Ik hoop maar één ding, meneer Vlemings, dat u ook uw prijs niet gaat verdubbelen vanaf vandaag. Voor ons zal het een mooie beoordeling natuurlijk. Maar de aankoopdrempel zal daardoor verlaagd worden, wat dan gemakkelijker is voor het op de markt te brengen. Dus die Belgische wijnen, ik nam ze al serieus. Mm-hmm. De buitenwereld doet dat ook meer en meer. Eigenlijk. Ja, en ik moet eerlijk zeggen, soms ga je even twijfelen. Ik ook. Hè. Er was al die grote onderscheidingen vorig jaar op Megavino, hebben we het al gezien. Maar dit hier, ja, als die iets zeggen, ja, waarom zou het dan niet zo zijn? We mogen ze echt wel heel ernstig nemen. Nog eens proficiat, meneer Vlemings. Bedankt, Alain Bloeikens.